Met de obligatielening die de overheid onlangs heeft geplaatst, zal Staatsolie een grote lening aflossen. Dit zegt Rudolf Elias, hij is directeur van het staatsbedrijf. Volgens Elias heeft Staatsolie van de obligatielening van de overheid $300 miljoen geleend om een hoge, korte termijn lening van een consortium van banken voor de helft af te lossen. Het was een lening van $600 miljoen die in 2017, 18 en 19 afgelost moest worden met $200 miljoen per jaar. Dat was een beetje te veel met de olieprijzen die we nu hebben. Als de olieprijzen gewoon 100 waren gebleven, dan was er in principe niks aan de hand. Mm-hmm. Nou, wij hebben toen de tijd, toen we de leningen sloten, toen waren de olieprijzen ook $80, $90 en $100. Toen hebben we afgesproken dat we dat in 2017, 18 en 19 zo zouden aflossen. Mm-hmm. Omdat de olieprijzen nu voor onze olie rond de $40 zijn, dat wil zeggen dat het ongeveer $50 tot $60 lager is als dat we toen de tijd gedacht hebben. $50 tot $60 lager betekent tussen de $300 en $350 miljoen op jaarbasis minder aan inkomsten. Ja. We zijn toen gaan praten met de banken en het is niet zo dat de banken daar helemaal geen begrip voor hadden, maar ze hadden er niet zoveel begrip voor als dat wij hadden gehoopt. Met het afsluiten van de obligatielening en het in één keer terugbetalen van de helft van de banklening, zijn we in principe, hebben we een korte termijn lening nu omgezet in een lange termijn lening. Elias legt uit dat Staatsolie de obligatielening van de overheid over 10 jaar terug moet betalen. Het bedrijf moet nu de resterende $300 miljoen van het consortium van banken aflossen. Volgens de staatsoliedirecteur zijn er goede afspraken daarover gemaakt. Zodat we ze kunnen terugbetalen, variërend in de olieprijs en variërend in de goudprijs, op een bepaald afbetalingsschema, ook in de jaren 2017, 18 en 19. En waarvoor was die lening gesloten? De lening was toen een corporate lening. Die was gesloten omdat wij veel aan exploratie wilden doen. We hebben ook veel natuurlijk, we hebben altijd ons boorprogramma, omdat we onze productie op 17.000 barrels moesten houden. En we hadden natuurlijk hele mooie investeringen in de raffinaderij, die op dit moment lekker draait en daardoor geld oplevert voor Staatsolie. En natuurlijk het mooie goudproject, wat niet zo lang geleden is opgeleverd. Daar hebben we ook wat we noemen excess geld in gestopt. Het geld wat we extra verdienen omdat de olieprijs zo hoog was. En daar hebben we nu ontzettend veel profijt van. Vooral omdat de goudprijs nu hoog is en de kosten voor de productie van Newmont heel erg laag zijn, zegt de staatsoliedirecteur. De verwachting is dat het bedrijf dit jaar vanuit haar investering tussen de $10 en $11 miljoen aan goudinkomsten zal ontvangen. Volgens Elias kunnen deze inkomsten het volgend jaar oplopen tot tussen de $50 en $60 miljoen. Rudolf Elias, directeur van Staatsolie, die vandaag dus de gast was in het ATV-programma In Gesprek Met.